In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Vanuit tophorecalocatie Grand Café Beeks te Bergijk nu. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Live. Ja, dames en heren. Nee, meneer Heesters, kunt u nou eventjes wachten? Nou, ik ga even hier zitten. En ben ik al aan de beurt? Ja, ik weet ook niet wat u gedaan hebt. Er hangt een soort schroeilucht om u heen. Alsof u onder... Nee, een zwarte veken op uw gezicht. Dat was een ongelukje. Oh, dat is een ongelukje. Ik ga hier zitten, ja? Ja, gaat u daar zitten. En dan ga ik even het woord aan Peer geven, want die wil iemand interviewen. Dus dames en heren, ja, excuus voor deze... Wacht eens even. Heesters, dat is mijn glas. Hey, oh, neem me niet kwalijk. Ja. Meneer Van Eert. Ja, goed, nee, maar luister nou. Even rustig, want het is een chaos zo. En ik ben toch al een hele week in de war. Ik weet van onder niet meer dat ik van boven leef. En dus ik maar Peer, jij hebt een gast en die ga je eventjes over een brandende kwestie interviewen, geloof ik. Ja, waar, nou ja, dat staat allemaal natuurlijk in het kader van een met spoed binnengekomen gemeentebericht. Ja, de gemeente weet ook van boven niet meer dat ze van onder leeft. Want de gemeente... Laat staan van links of rechts. Ja, want de gemeente die was ervan overtuigd dat het echt was. Voor of achter? Ja, die waren helemaal in de ban van de uitzending van Blos TV. Ja. Die stond, die hadden een show. Zo! En iedereen sprak er schande van. Want wat zou er in die show gebeuren? Er zouden, wat bleek nou? Er zouden homo's iets doen met gedrogeerde bezoekers van een seksparty. Zo is het precies. En hiertoe zit tegenover mij iemand die is naar zo'n seksparty geweest. Ja. Dat bleek een tv-show van Blos TV. Ja, ik dacht wel al toen ik binnenkwam, want ik was natuurlijk een homopartij. Een homoknalfuif. Hadden ze gezegd. Nou ja, ik ben dus ook homo. En hingen er homoslingers? Er hingen homoslingers. Homolampionnen. Homolampionnen. Homoballonnen. Homogebak hadden ze. Alles. En ik dacht ook, het is vuurgevaarlijk hier. Maar goed, daar heb ik verder geen aandacht aan besteed. Wat er nou gebeurd is... Ja, u bent gedrogeerd. Ik ben gedrogeerd. En toen hebben ze... Ja, ik heb dat pas later ontdekt in het ziekenhuis. Toen ik als een soort Flipje van Tiel... Kent u die Flipje van Tiel? Dat je al die als het mannetje, waren, dat bestaat uit allemaal rode bessen. Rode, precies. En toen hebben ze het ziekenhuis onderzocht. En toen bleek ik dat ze mij dus met 84 knalgezonde nieren hebben ingebracht. Maar dat is dus te klein voor mij in binnen... Dus af en toe klapt er een. Ach, en dat hebben die homo's dus tijdens die tv-show... die uiteindelijk, en dat mogen we nu wel verklappen, niet echt was... Nee. Hebben die, nadat ze u gedrogeerd hadden, 84 nieren ingebracht. Ja, en dat blijkt een geintje te zijn. Ja, want die tv-show een was... Een gebbetje. Die tv-show was eigenlijk... Maar alleen af en toe klapt er dus een. Ja, maar die tv-show was uiteindelijk door Blos georganiseerd. Kijk, eruit een. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem. Ach, dat is geen prettig gehoor. Die tv-show had Blos georganiseerd om aandacht te vragen voor de postzegelbeurs. Ja. Want die is aanstaande maandag weer in het ouderencentrum Sint-Jozef. Ja. Nou, hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, dan gaat er weer een. En tot zover het gemeentebericht. Knalgezonde nieren zijn het. Radio Berg. Het radiostation voor Bergijk. En dan nu, een Radio Bergijk gesprek. Een gesprek van Radio Bergijk. Ja, dames en heren, hij is weer een keertje te gast. Niemand minder dan meneer Harry Heesters. Ja, goeiedag. Het is geweldig om hier weer te zijn. Ja. Ja, vind ik altijd wel weer indrukwekkend. Dat er toch heel wat bij komt kijken bij zo'n radio-uitzending. Dat het niet zo 1, 2, 3 zo makkelijk gaat zoals je het uit de radiobox hoort komen. Nee. Dan denk je, oh, dat is een fluitje van een cent. Dat doe je zo op een regenachtige achternamiddag. Maar het is hier toch geweldig hoe je dat allemaal voor elkaar heeft. Hè? Dat u dat allemaal zo met z'n tweeën doet. Meneer Heesters. Spoorberg en weer Eersel. Ik zeg chapeau, petje af. Ja, dat vind ik geweldig hoe u dat doet. Meneer Heesters. Ik vind dat een... Meneer Heesters. Ja. Meneer Spoorberg. Ja. We gaan even naar het onderwerp van desbetreffend toe. Dit keer betreft het een initiatief dat niet zozeer door u is bedacht... maar door een goede bekende van u. Dat is Hans Schiebroek. Hans Schiebroek uit Eersel. Ja. Hans Schiebroek uit Eersel, die is de Thomas Sloop-projecten begonnen in India. De wat? De Thomas Sloop-projecten.
Thomas Sloop project. Ja, dat is genoemd door de heilige Thomas. Oh, ja. Die werd bekend omdat hij in de omgeving van Jezus, de grote Jezus, alles sloopte wat hem voor de voeten kwam. Die liep nooit om een kerk heen. Dwars er doorheen. Dwars er doorheen. Maar goed, daarom heet het dus ook de Thomas Sloop project. Ja, dat is duidelijk. Naar de heilige Thomas. Ja, want uw bekende uit Eersel, nog een keer de naam? Hans Schiebroek. Hans Schiebroek. Oh, daarnet was het Erik, of niet? Nee, dat is de vertegenwoordiger. Oh. Nee, dat is Henny Koenders, die verwart u. Oh, die haal ik op. Die doet het vanuit Dommelen. Ik doe het vanuit Bergijk. Ja. Hans Schiebroek die is begonnen in Eersel. Ja, maar die zit nu in India. Nee, het is allemaal vanuit hier. Oh. Als je daar verschijnt, dan word je gesloopt. Oh. Dus op afstand, daar gaat dus geld naar India. Ja, wij zamelen hier geld in om daar arme weeskinderen allerlei projecten te laten slopen. Want omdat Hans Schiebroek erachter is gekomen, die zag echt schrijnende, mensonterende toestanden van weeskinderen in India. He, die zaten daar allemaal in ziekenhuizen, in internaten, in scholen. En dat was, nou, dat was echt hoor, dan denken wij dat we een werkrijk soms wat klagen hebben, meneer Voorwerk. Maar dan zou ik denken, ga eerst nog eens een rondje om de kerk voordat je verder gaat met klagen. En die Hans Schiebroek die leerde de kinderen, India kinderen dan, om alles wat ze zagen te slopen. Want? Nou, als je iets hebt afgebroken, dan kan je gaan beginnen aan de opbouw. Juist. Dus, ze zijn gaan slopen. Zover ik het begrepen heb, zijn dat scholen inderdaad. Ziekenhuizen. Er zijn honderden internaten, waterputten, hele irrigatieprojecten. Die zijn gesloopt door arme weeskinderen daar. En het resultaat daarvan, is dat bemoedigend? Nou, het is wordt er opgebouwd? Ja, want dat kan je zien als een soort akkergrond die omgeploegd is. Die is weer rijp om bebouwd te worden. Ja, maar doen ze dat ook? Nee. Oh. Nee, het project van de Thomas Sloop-projecten, dat gaat erover dat die kinderen dat zelf moeten ontdekken. Van, hey, we hebben de akkergrond omgeploegd, we kunnen nu weer gaan bouwen. Ja. Maar zover zijn ze nog niet. Nee. Dus er zijn nu al tientallen projecten, dankzij deze Hans Schiebroek, gesloopt. Tot de grond toegelijk gemaakt. Tot de grond toegelijk gemaakt. Met geld vanuit hier, en daar kopen we dan mokers voor, en drilboren en jekkerhamers. En die delen we uit onder de Indiase kinderen. En dan zeggen we, ga maar los. Dynamiet heb ik ook begrepen. Dynamiet, dat is voor de ouderen, is meer voor de pubers. En dan zeggen we, ga maar los op die ziekenhuizen, die internaten en die scholen. Breek het af tot op de grond. Want dan heb je eigenlijk de omstandigheden geschapen. Het werkt enthousiasmerend onder de jeugd waarschijnlijk. Ja, het is enorm enthousiasmerend. De ouderen, die moeten op afstand gehouden worden. Dus meestal, we gebruiken ook een deel van de gelden om de politietroepen daar om te kopen. Ja, om de ouderen op afstand te houden. Want die willen proberen te beschermen nog, de dingen. Die willen, die zijn het daar niet mee eens. Conservatief. Maar dat is natuurlijk zijn achtelijke mensen in India. Ja. Die mensen weten van de santé niet af. Dus die begrijpen onze bedoeling niet. Nee. Dus die willen die kinderen tegenhouden. Die denken, hé, daar gaat ons ziekenhuis. Die begrijpen de gedachte helemaal niet. Nee, die weten links niet wat rechts is. Die weten van, nou ja, zoals ik al zei, die hebben de buskruid niet uitgevonden. Nee, maar die worden door de oproeppolitie dan weggeknuppeld. Ja, zodat die kinderen los kunnen met die drilboren en die jekkerhamers. Zodat ze de grond vruchtbaar kunnen maken voor nieuwe bebouwing. Ja. Maar die bebouwing, daar zijn ze nog niet achter. Die zijn nog achtelijker dan een varken. Die begrijpen niet dat dit een goed project is om ze weer iets nieuws te laten opbouwen. Te lui. Te lui, ja. En zitten dan weer met een handje omhoog van mag ik ook eens weer geld. Ja, en dan vooral die ondankbaarheid, die is stuitend. Dat is echt erg. Dat is echt erg. En wat doen wij daar vanuit hier aan? Nou, niet daarheen gaan. Nou, goed. Als mensen daar geld aan willen doneren, wat doen ze dan? Wat moeten ze doen? Nou, dan moet je even contact opnemen met Heester, met Harry Heesters. Ja. En dan zorg ik dat het geld te bestemde plaatsen komt om het goede werk van de Thomas Sloop-projecten voor te zetten. Nou, ik vind het een prachtig initiatief van, in dit geval, Hans Schiebroek, maar met uw ondersteuning. En ik zou zeggen aan alle bewoners van Bergijk, draag uw steentje bij aan het slopen van de derde wereld. Precies. Ik had het zelf bijna niet beter kunnen formuleren. Meneer Spoorweg, ik vond het weer fantastisch om hier te zijn. Ja. Dag, ik kom er wel uit hoor. Ja, nee, blijf hier zitten, ik kom er wel uit. Nee, ik blijf ook zitten. Reclame. Bij inlevering van deze reclame krijgt u tot 10% gratis artikelen bij de aanschaf van afrasteringsmaterialen, zoals elektrische afrasteringen voor paarden, koeien, schapen.
honden, vijvers, mammoetskelters, traptakters, bezems, rugspuiten, kinderopvang, houtindustrie, parttime secretaresse, streekmuseum De Achtzaligheden, trouwringenshow, kleurenfilms, zangkoor zonder dirigent en de cateringmedewerkers. Dus, wilt u daar elektrische afrasteringen voor? Dan kan dat bij ons, Koppens. En dus, bij inlevering van deze reclame, 10% gratis artikelen. Koppens. En dan nu, de Radio Bergijk radioreportage op de radio. Dames en heren, dit is Peer van Eersel. Ik ben hier aanwezig bij een man die de natuur hoog in het vaandel heeft staan. Die een belangrijke functie te verrichten heeft in het hele ecosysteem rond de gemeente Groot-Bergijk. Ja, dat wel, ja. Dat is namelijk, hoe heet je ook weer? Spegelt. Peter Spegelt. Ja. Peter Spegelt, dat is de imker. Ja. Ik kan de imker moeilijk zien, want hij heeft een soort visnet over zijn hoofd. Ja. En er komt allemaal rook uit, want door een gaatje in het visnet steekt een pijp. En hij is omgeven door wolken, rook. Ik heb zelf ook een soort visnet over mijn hoofd, een fuik gekregen. Ja. Want hoe ben je er zo toe gekomen, Peter, om imker te worden? Oh, sla je me hartstikke dood, ik weet het niet meer. Je was het opeens gewoon. Ja. Het leek me toen een goed idee. Maar het is niet te doen, jongen. Dat zijn zulke venijnige kutbeesten. De bijen? Ja. De Bergijkse bijen? Ja, alle bijen. Als ze de kans krijgen, als je dus niet de hele tijd met één of twee pijpen in je muil rondloopt, dan vinden ze niks leuker dan op de meest gevoelige plekken hun angel in je te planten. Want het kan ze niks schelen dat ze daaraan dood gaan zelf. Die denken toch, ja, we zijn met duizenden. Maar dan zijn het dus eigenlijk in de natuur een soort zelfmoordterroristen. Want ze weten dat ze er zelf aan doodgaan. Ja, en ik ben dus hyperallergisch voor bijensteken. Ach. Ja. Ik heb altijd zo'n enorme naald bij me, met een injectienaald. Want als ik dat niet op tijd in mijn arm jens, dan leg ik het loodje. Dus dat is eigenlijk ook al geen gunstige combinatie. Nee, maar je hebt er een goed bestaan van opgebouwd? Nee. Want je verkoopt honing? Nee. Want ik krijg het niet uit die bijenkorven. Want? Dan steken ze me dood. Ja, maar je hebt wel van die grote asbest handschoenen aan. Ja, dat maakt hun niet uit. Maar waar leef je dan van? Ik heb een uitkering. Ach. En ik verkoop graszoden. Ach. Dus die hele bijenkwekerij die hangt je eigenlijk als een molensteen om je nek? Ja, kost me bakken met geld. Ja, want ik zie hier zo achter je, even gauw geteld. Ik zie toch 38 bijenvolken. Ja. En kijk nou, wie komt daar aan? Dat is... Peter. Peter, voor mij die spuit. Die spuit. Die spuit, moet jij... Die spuit even geven. Oh, Astrid. Ja, daar komt hij. Dan moet je dan snel zijn. Doe het zelf. Ja, ik steek hem er even in. Je hebt ook nog personeel. Ja, die zijn ook allemaal allergisch. Oh, God. Ik hoor me toch kaart in mijn lip gestoken. Ja, ik zie het opzwellen, hè. Ja, er staat in een vrouw met een... tijdelijk wijf. Ja, dat kan je wel zeggen, maar die staat opeens met een enorm duivenei op de bovenlip. Ja, je ziet het. En Astrid, jij bent net te pakken genomen door een bij. Ik ben te grazen genomen alsof het niks was. Ja, dus ze heeft overal van die duiveneien. Zo'n kleur. En dus het duurt bij haar ongeveer een week of zes voordat dat er weer een beetje bijgetrokken is. Ja, maar jullie hebben toch, ook al jij Astrid, hebt niet voor niks zo'n fuik op je hoofd. Nee, met een hoedje eronder en een pijp in je. Ja, op de een of andere manier, als ik die raten eruit wil trekken, dan moet ik toch de visdoek even omhoog halen en die pijp opzij. Anders komt het ook nog in mijn ogen, zie ik helemaal niks. Wij verstaan niet meer wat je zegt nou, hoor. Dat ik anders van mijn ogen niks meer zie als ik die pijp als het voor mijn ogen blijft hangen. Ja. En toch wou jij
van jongs af aan toch ook al imker worden. Dat is een jeugddroom. Een jeugddroom. Mijn. Wat is echt een jeugddroom? Om imskerster. Imsker. Imkster. Nee, imsker. Imsker. Nee, imsker. Imskter. Ja, ja. Je weet het heus wel, zit er nou niet zo. Imsker. Ja, maar ik vind het grappig gezicht, omdat ze, nou, die, hij wordt steeds groter. Het is nou gewoon een soort struisvogel-ei. Voor mij was het een kindernachtmerrie om imker te worden. Nou, die is uitgekomen. Nou goed, toch, ja, ik vond het toch interessant om hier even rond te mogen kijken. En ik zou zeggen, heel veel sterkte met het imker zijn in Bergijk. Ik zou zeggen, dag. Ik zeg dag. Hé. Hey. Ja, oh ja. Ik zeg dag. Ja. Dag. Ik zeg, ik kan toch wel... ik kom hier helemaal naartoe om voor Radio Bergijk een radioreportage te maken... waarvan ik nu al weet dat we niet uit kunnen zenden... Oh. Omdat jullie niks te melden hebben over dat hele imkerschap. Of imksterschap. Ik ben hier dus eigenlijk voor de katse kut naartoe gekomen. Ja. En dan kan er nog ineens een dag of goede dag of dankjewel... voor de aandacht voor onze bijenhouderij. Kan er nog niet eens vanaf. Nou, ik zou zeggen, sterf maar met je bijenhouderij. Dat is een smerige uitspraak, zeg. Als u weet hoe vaak ik op de grens van de dood heb gezeten... en dan nu hier zogenaamd geïnteresseerd langskomen... en zeggen, sterf met je bijenhouderij... dan ben je toch wel echt een schoft van de onderste plank, zeg. Ze zouden je kop tussen je oren vandaan moeten trappen. Ja, nou... en een soldeerbout in je reet moet stampen. Ja, wat moet ik nou? Moet ik nou onder de indruk zijn van deze dreigementen? Als je een wijf was, had ik je teef genoemd. Ja, wat sta je nou daar? Ik sta mijn bandje te wissen. Heb je nog nooit iemand een bandje zien staan wissen? Ik sta gewoon een bandje te wissen. Met een stok in je muil. Ja, ik moest door een stok door die fuik... En trouwens, ik doe die fuik ook af. Maar dat is een belachelijk ding. Dat is helemaal niet nodig. Als je aardig bent voor dieren... Schop je even tegen die eerste korf aan. Als je aardig bent voor dieren, dan zijn dieren aardig voor jou. Ja. Dus je hebt die fuik ook helemaal niet nodig. Goed. En stok je in mijn bek ook niet. Nee. Dat doet je ook. Astrid, schop die korf. Ik ben heel goed met dieren. Gewoon aan de achterste schop ook een weg. Hé, hey, die bijen! Uitgaan. Tips voor uitgaan in Bergijk. Kom deze maand voor Wendy's Uitflats naar de sfeershow van het tuincentrum. Want ook Wendy is daar aanwezig. In de sfeershow van het tuincentrum, waar deze maand het vogeldrinkbakken sfeershow is. Een heleboel vogeldrinkbakken voor elke soorten vogels. Gezellig, maar tinnen vogeldrinkbakken, houten vogeldrinkbakken, betonnen vogeldrinkbakken voor in de tuin, voor in de keuken, voor in de kamer. Een mooie sfeershow met Wendy in Bergijk. Radio Bergijk. Ja.
Ja, goeiedag. Dames en heren, ik doe ook wel eens een gunst. Ik verleen iemand wel eens een gunst. Nou, daar ben ik u heel dankbaar voor. Ja, want hij zit hier tegenover me. Het is Paul Heesterbeek. Ja. Het is de coördinator van Natuurtuin het Lol. Ja. En Paul, je bent op zoek naar... vrijwilligers. Ja, wat moeten die vrijwilligers doen? Vrijwillig werk. Zoals? In en rond de tuin. Groepen kinderen begeleiden. Juist. Ja. Groepen kinderen naar de uiterste hoeken van de tuinen begeleiden. Hier en daar is een beetje wat grisselen. Zo'n beetje die grisselen. Dingen doen. Ja, grisselen. Harken. Zeg dan harken. Nee, het grisselen bij ons. Maar het is harken. Nee, grisselen. Ja, maar zeg dan... Ah ja, ik zoek vrijwilligers. Om te grisselen. Ja. En kinderen rond te leiden. En om gasten te ontvangen. En misschien ook ingewerkt te worden als rondleider. Ja. En jij dacht daarbij aan... Ex-TBS'ers. Want... Nou ja, dat zijn natuurlijk mensen die, die zitten een beetje niks te doen waarschijnlijk. En die worden door de maatschappij misschien zelfs wel afgestoten. Nou, die mensen die wil ik graag aan mijn boezem koesteren. En samen met ze ons door het leven heen griezelen. Nou, het is een mooi initiatief. Ja. Dankjewel dat je het hier persoonlijk even wilde toelichten. Ja. Dus als je een ex-TBS'er bent die nu aan de radio gekluisterd zit... en die denkt dat is iets voor mij... Melden. Melden bij Paul Heesterbeek, de coördinator van Natuurtuin het Loo. Juist. Oké, ik zou zeggen, Paul, tot gauw. Ja. Dag. Ex-TBS'ers dus, hè? Ja, dag. Liefst van de gewelddadige soort. Dag. Dag. Goed, dat is dus goed nieuws voor vrijwilligers met een TBS-verleden. Van welke bedenkelijke allooi dan ook. Door speciaal te vragen om ex-TBS'ers... dan discrimineer je wel de toekomstige TBS'ers. Ja, je kan toch ook zeggen, we zoeken toekomstige TBS'ers? Nee, ja, maar die worden dan vanzelf op een gegeven moment ex-TBS'ers. We staan hier tot onze knieën in de geëxplodeerde nieren... van de anonieme homo. Zal ik maar zeggen. Maar dat laat onverlet dat we een zeer heugelijk nieuwsje hebben. Namelijk, wie is er voorzitter geworden van het Christendemocratisch Appel Bergijk? Dat is niemand minder dan Lilian van Heeswijk zelf. Dat is geweldig nieuws. Lilian, die voor ons jarenlang het shownieuws heeft gedaan... is nu voorzitter van het Christendemocratisch Appel. Gefeliciteerd. Als er iemand nog nieren lust... Een lekker wijf als voorzitter. Gefeliciteerd. Nieren te koop. Nieuwe rubriek. Voor de achterblijvers. Berichten van gene zijde. Berichten van na de dood voor de achterblijvers. Joop. Joop, hoor je mij? Dit is van gene zijde. Voor jou als achterblijver. Joop. 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 Joop, dit is... Hallo, hoor je mij? Joop. Joop. Hallo, Joop? Joop? Luister nou even. Joop? 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 Hallo, Joop? Joop? Hoor je mij? Joop? Hoor niks. Dus. In ieder geval... hartelijke groeten. Van gene zijde. Joop? 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 Joop! Joop!